Na de wedstrijd Varsseveldse Volde sta ik hier met Varsseveld-trainer Marcel Lucassen. Marcel, je wint met 1-0. Terecht overwinning voor Varsseveld? Ja, ik denk het wel. Zeer zeker terecht. De eerste helft laten we wat kansen liggen. In de tweede helft komen we door kopbal op voorsprong. Door de penalty waar Martijn de Brink uitgestuurd werd, komen we met 10 man te staan. Dat was het een heel lastig verhaal. En uit die penalty van werd niet gescoord. Onze keeper stopte die penalty perfect. En daardoor hou je toch die overwinning, trek je over de streep. De wedstrijd had een doelpunt nodig, want tot aan de eerste goal was er weinig te genieten voor de toeschouwers. Ja, inderdaad. Ik had een zoveel verwacht met aanvallend spel. En de eerste helft had zoveel speelde met één spits en heel erg afwachtend. Dat gaf ons wel wat mogelijkheden om daar aan de zijkanten doorheen te komen. Maar zoveel trok zich terug tot eigen helft en dat maakt het spel wel lastig om openingen te creëren. Ja. Is Varsseveld nog een klein beetje aan het rekenen voor na competitie? Lyonis verliest vandaag, hoor ik. Ja, Varsseveld aan het rekenen op zich niet. Varsseveld heeft dit seizoen een zeer goed seizoen gedraaid. En ja, voor de groep hebben de mannen ook gezegd, ons seizoen is pas klaar als echt de laatste twee wedstrijden ook met een overwinning behaald worden. En dan kijken we dan wel wat het oplevert. Volgende week speel je tegen? Concordia toe. Oké, dan is het nog tellen en rekenen en stiekem hopen om toch nog iets van na competitie te bereiken? Ja, ik moet eerst tellen hoeveel dat ik er nog heb. Ja. Want we hebben vandaag een fix aantal gele kaarten opgelopen. En dan zien we volgende week wel weer waar het eindigt. Okay, nou, Marcel, bedankt en gefeliciteerd. Dankjewel.